Martijn Zeit, we gaan weer beginnen. En ik zal gelijk met de deur in huis vallen, jongens. Val maar met de deur in huis. Jullie zijn een beetje boos op mij. Zijn we boos op jou? Jawel, vanochtend kreeg ik een appje in de groepsapp. Wilfred, waarom heb je die geweldige primeur niet aan ons weggegeven? Ik zit dus gisteravond... wij gaan maar door met dat programma. Hè, van wat kunnen we doen? Waar kunnen we verbeteren? Dus ik gisteravond, voor mij was het 11:15, 12:15. Ik denk, ik ga nog één keer het AD kijken of we echt het onderwerp voor woensdag kunnen pakken. En wat lees ik? Nou, wat lees je? Nou ja, dat Wilfred René heeft toegegeven dat er een... Veronica Inside Junior editie komt. Ja, iets met kids. Wij zitten hier dus een halve dag met jou op kantoor. Hebben we een primeur? Hebben we een dingetje? Kunnen we doen? We hebben geen items. Wie kunnen we? Nou, uiteindelijk kwamen we bij het afvoerputje van Hilversum Jan Roos terecht. Ja. Prima. Die gaan we een baan aanbieden, hoor. Let op. Tot daar. Maar jij had dus gewoon nieuws. Nee, het zit zo. We gaan dus zondag een test doen met een aantal kinderen voor een jeugdeditie. Maar wel met het idee van, gaat dat überhaupt werken? Ja. Dus dat wilden we nog niet naar buiten brengen. Toen werd ik dus gisteren door die gozer gebeld. Die zegt, ja, je gaat zondag een pilot opnemen van een kidsuitvoering van Veronica Zeit. Ja, wat moet ik dan zeggen? Ja. Zeg ja, wat zit je nou te ontkennen? Ontkennen zoals altijd. Ontkennen? Altijd ontkennen. Nee, dat kan toch niet? Jawel. Maar wat ik me afvraag van... wie wordt dan Johan Derksen? Wie wordt René van der Gijp? Nou, daar zijn we dus op zoek naar. Oh, we zijn de jonge kinderen. Gecast. Nou, er zijn een aantal kinderen gecast. Okay. Maar we hopen natuurlijk dat uiteindelijk daar een soort relatie in komt. Dat mensen met hun eigen kind ook zeggen, nou, dat is de echte maar Johan Derksen. Het is natuurlijk geen compliment als jouw kind als Johan Derksen wordt gecast. Nee, dat is wel weer waar. Maar wat mij gewoon opvalt, dat moet jullie ook opvallen met kinderen, dat die zijn zo mondig vandaag de dag. Ja. En die hebben zoveel teksten. Die weten zoveel van sport en van voetbal. Ja. Volgens mij moet dat heel goed kunnen werken. Dus, maar we hebben in het verleden ook geprobeerd een nieuwe Johan Derksen te zoeken. Nou, als je ziet wat daarop binnenkwam. Nou, dat was werkelijk niet te geloven. Er werden filmpjes ingestuurd van mannen die met hun hand in de broek... Serieus? Ja, serieus waar. Die zaten met hun hand in de broek dan te roepen... Schat! Bier, nu! Weet je, dat soort filmpjes stuurden ze in. En daarmee gaven ze de naam dat ze geschikt waren om Johan Derksen op te volgen. Dus ik hou mijn hart nu vast voor dit weekend. Maar met kinderen moet het wel leuk, want Rikse dochter die voetbalt. Ja. Nou, dat zij zondag screentestje doet. Nou, wij gaan zondag bowlen, dus dat kan helaas niet. Nee, is dan zonde.